En de Belastingdienst is in beraad. Vandaag hebben de medewerkers de poorten van het hoofdkantoor gesloten en geweigerd om diensten te verrichten. Aanleiding van deze actie is de laconieke of ongevoelige houding van de minister van Financiën Gilmour Hoefdraad. Waarnemend voorzitter van de bond bij de belastingen Harry Plet vertelde media dat de dienst al maanden tracht uit het functie-informatiesysteem van de overheid VISO te stappen. Hoewel het plan allang is gepresenteerd, weigert de minister om actie te ondernemen, zegt Plet. Er zijn ook andere zaken, betalingen die plaats moeten vinden. We moeten nieuw meubilair, de mensen klagen over stoelen. Dienstauto's, je ziet een heleboel auto's hier, maar niet allemaal zijn van ons. We moeten dienstauto's hebben voor de dienst. Weet je, maar alles duurt zo lang, we krijgen niks. Dan zeggen we nu is het een beetje te lang, het duurt een beetje te veel, het duurt te lang. Nu gaan we in actie. Er zijn verschillende brieven. Voor het laatst hebben we een vergadering gehad met de minister, dat was op 15 maart. En op die vergadering hebben we alle punten aangehaald. Daarna zijn er nog brieven gegaan naar de minister, er zijn appberichten gestuurd. Geen reactie, geen respons. Plet vertelt verder dat de bond rond 1 uur door de minister is uitgenodigd voor een gesprek. Afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek zal beslist worden welke verdere stappen er genomen zullen worden. Als hij ons goede dingen heeft te vertellen, dan zeggen we oké, alles is in orde, we stoppen ermee. Maar als hij niks bijzonders te zeggen heeft, dan gaan we door. Maar dat horen we wel later. Niet lang. Straks heb je verkiezingen. Je weet niet wie komt, je weet niet wie gaat. Weet je, we willen zo snel als mogelijk horen hoe zaken er nu voor liggen. Dus het moet niet te lang duren. Waarnemend voorzitter van de bond bij de belastingen Harry Plet tegenover de media. De Belastingdienst is vandaag in beraad gegaan omdat pogingen om uit het VISO te stappen nog steeds niet succesvol zijn.